Europapark ter Brussel zijn de mensen in opstand gekomen. De toestand is chaotisch, maar gelukkig hebben we een live reporter ter plaatse. Hier Sander Kiekens, live voor de VRT in het Warandapark te Brussel, waar na gisterenavond de gemoederen hoog zijn opgelopen na de opera van de Stomme van Portici. De Belgen, de arbeiders, zijn gaan plunderen en de Nederlanders zijn hier juist gearriveerd om de gemoederen te bedaren. Is het mogelijk om enkele Nederlandse soldaten te vragen wat hun taak is? Wel Juri, we hebben geluk. Hier passeert net een Nederlandse patrouille en we gaan proberen hun enkele vragen te stellen. Beste soldaten. Camera weg. Camera weg. Wat is jullie functie? Ja, de Nederlanders zijn duidelijk niet bereid om te praten. Is het mogelijk om enkele omstandelingen hun reactie te vragen? We hebben weer geluk. Hier staan net enkele opstandelingen en we gaan hun proberen opnieuw enkele vragen te stellen. Voilà, rotzakken! Waarom komen jullie eigenlijk in opstand? Wij zijn Willem beu, wij willen eindelijk onafhankelijk worden. Dine verandert alles, wij hebben geen persvrijheid, ons onderwijs moet veranderen, we zijn daar echt beu, wij willen af van die vuile Hollanders. Oké, bedankt opstandeling. Terug naar jou, Juri, in de studio. Bedankt, Sander. Sander Kiekens blijft ter plaatse. Wanneer er veranderingen zijn, komen we bij u terug. Goedenavond. In het Warandapark zijn er doorbraken gekomen. De gemoederen raken verhit. De strijd is losgebarsten. De opstandelingen en de Nederlanders trekken ten strijde. Het is gestreden. De Nederlanders trekken zich terug. De Belgen lijken voor vandaag gewonnen te hebben. Ondertussen zijn opstandelingen achter de linie samengekomen om een voorlopig bewind samen te stellen. Nederlanders teruggeslaan zijn vormen de opstandelingen die zichzelf Belgen noemen het voorlopig bewind. Dat bestaat vooral uit Franstalige journalisten zoals Louis de Potter, Jean de Bien, de Bruguère, Roger en De Vaux. Michiel, is het mogelijk om een van de mensen van het voorlopig bewind te interviewen? Het uiteindelijke doel van het voorlopig bewind. Dit is een regering vormen en een grondwet opstellen en daardoor een autonoom bestuur creëren. Hierdoor willen we onze eigen staat verkrijgen. Dat is duidelijk het taal van Louis de Pot. Ondertussen wordt de schade in het Warandapark gemeten. De doden worden geteld en de lijken worden verzameld. Na de verschrikkelijke strijd ruimen de Belgische opstandelingen de laatste slachtoffers op. In de haven van Oostende. Deze plaats zal Leopold 1 arriveren.
daar komt Leopold van achter de bocht aan. Bovenaan op het dek staat hij al met zijn sabel in zijn handen. Een dode knecht ligt bovenaan op de teek.